Stannenhout is afgelast. Junior had eigenlijk ook wedstrijd, maar junior stopt even met hockey. En we hebben eindelijk een keer gewonnen. Wauw, wat ben je mooi. Staat de nummer van mama? Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Het is zaterdagmiddag. Hey, die was kwijt. Is ver toch? Ja. 3 jaar weer laat. Dat weet ik niet. Ja, ik kan niet leggen. Het is zaterdagmiddag en de wedstrijd van Stannenhout is afgelast. Daar moest hij voor rijden naar Tilburg. Dus op zich niet heel erg, maar ja, ik kom dan weer een keer terug. Jan is naar Zeeland, naar Hoes met Team Verguusje. Junior had eigenlijk ook wedstrijd, maar junior stopt even met hockey. Want het is elke keer een strijd om naar de hockey te krijgen en naar trainingen. Dus we gaan in het voorjaar kijken we even hoe het dan gaat. Of het dan beter gaat, want... Hij kan beter op de voetbal gaan, joh. Ook niet, hij gaat eerst gewoon zwemmen. Dat is genoeg. En als hij zwemmen klaar heeft, dan kan hij kijken wat hij wil doen. Floortje die heeft gewonnen, 6-1 met het team. Zo. Ja. Dat is nieuw. Ik denk dat hij deze competitie, dit gedeelte lager, zijn ingedeeld. In andere dingen. En Eline die heeft een lekkere vrije dag. En die had zin om te bakken. Ik vind dat gewoon raar. Ik heb echt nooit vrije dag. Dus ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Ja, normaal heb je hockey. Ja. Ik dacht ergens ga lunchen of zo met iemand. Wat mag ik in deze vrije dag? Wat? Wat mag ik in? Ja, meestal wel, maar dan is het... Wanneer? Zondag. Ja, ik ga meestal iets doen. Dan werk je toch altijd ochtends of niet? Ja, je weet wel. Oh ja, jullie hadden al geruild. Heb je nou maar zo laten staan? Jullie ruilen, hebben jullie nou zo laten staan? Ja. Oké. En ja, dus Eline heeft geen hockeywedstrijd vandaag. Dus die is echt een dagje vrij. Ik dacht, die gaat wel lunchen met vriendinnen of zo. Ja, dat wou ik ook wel. Alleen Robin heeft toetsweeën. Ja. Jij hebt ook mee leren. Ja, Nout. Ik ga doen. Ja, dus... Dan hoef je niet te leren. Je bent echt zwakker, broer. Jij zit te lachen. Ja, en je gaat eerst leren, hoor. Gewoon het schema van Janine aanhouden. Ja. Maar op zaterdag... Ga je wel doen. Op zaterdag moet je ook leren, hè? Nee. Dan hadden wij eigenlijk achteraf wel kunnen gaan lunchen. Maar ja, toen dacht ik dat we nog naar... Wat gaan jullie nu? Tilburg moesten rijden. Waar gaan jullie nu? Ik wil eigenlijk de kerstversiering neer gaan zetten. Ik ga gewoon wel koffie drinken. Ja, ze wil koffie gaan drinken in... Ik heb er echt zin in. Ik vind een cappuccino nat echt zo lekker. Ja, en hier hebben we nou dat koffieapparaatje. En dan komt er nog een melkopschuiming bij. Dan kunnen we hier ook lekker koffie maken. Toch? Ja. Nee. En junior wil de pyjama-dag. Toch? Het is geen pyjama-dag. Gisteren was echt heel leuk. Een feestje in zo'n café. Dat was gewoon een café met allemaal gewoon een beetje, ja, iets jonger dan ons wel. Mensen in het café die gewoon echt gewoon een gezellige drankje kwamen doen. En dat zie je hier allemaal niet zo, maar dat is natuurlijk in de stad. Ja, maar ja, dat is wel lang. Het was echt heel leuk. En nou, die Gino Pelotti, ja, die kwam... Pollini, Gino. Die kwam optreden, dat was ook hartstikke gezellig. Ja, maar die gaan wij een personeelsfeestje. Dat weet ik niet. Ik hoorde een personeel daar voor week over. Oh. Meestal januari. Maar wat gaan we net doen dan? Ja. Zo, dat is echt goede vernieuwde suiker. Ja, dat zei papa ook al. Zo. Heel die doos, dus, dat zijn... Ja? Hoeveel? Er zitten 3 zakjes in een pakketje of zo. En dan zijn het 24 pakketjes. Met 3 zakjes of zo. Weet je wat die doos kostte? 1,99. Waar? Bij Butlon. Echt? Ja, daarom had ik het besteld. Want vanillesuiker, ja, hebben we niet per se nodig. Maar ik dacht, ah, dat kunnen we altijd wel gebruiken hier. Voor thuis dingen. En papa zei ook. Maar dit is gewoon, je ziet gewoon die vanille dingen zitten. Papa zei het ook al.
Even zo door. Kroppoes. En dan op TikTok. Kroppoes. Wij, Guusje en ik, zijn thuis van de hockeywedstrijd. En we hebben eindelijk een keer gewonnen. Ja, Floor had ook gewonnen. Ja, we zitten in de laagste klasse eigenlijk, zeg maar. En welke klas spelen jullie? 6. Jullie ook? Nee, 5. Ja? Oh. Nee, maar het was wel heel leuk. Het is veel leuker zo en ze deden het echt heel goed. En we stonden na 30 seconden al 1-0 achter, dus ik denk, oh, we gaan met 10-0 verliezen. Ja, we stonden 1-0 achter. Ja. Maar dat is wel een goede comeback dan. Ja, nee, we waren beter. Het waren echt grotere, oudere meiden. Er was er eentje bij die was langer dan mij nog. Dat is ook niet zo moeilijk hoor, jij ook niet. Nou, maar ja, voor jouw leeftijd. Ja. Mijn leeftijd is ja, 16. Hè? Ik ging ook tegen best wel slechtere. Ja, hier hebben we eindelijk krompoezen. Die gaan we thuis. Ik ga het niet op, hè? Ja, ik heb wel. Ik heb er al 2 op en ze zijn heel lekker. Ik had niet 2, het is een 2. Nou, hij eet jou op zo meteen. Mm. Ja, het is lekker, hè? Ja, ik sta echt van te kijken. Ik vind het echt heel lekker. Ja, het is echt heel lekker. Ik wil het heel lekker. Maar, ja, het is echt heel lekker. Maar ik hou helemaal niet zo van witte chocola. Nee, ik ook niet. Ja, wat heb jij? Ik heb nog nooit op. Wat is dat? Wat je aan het eten bent? Krompoes. Hoe? Krompoes. Krompoes. Hij zegt gewoon krompoes, hoor. Trompoes. Hij zegt krompoes. Zeg eens. Krompoes. Ja, nu. Krompoes. Ja, smakelijk eten. Ik ga ook lekker een stoeltje pakken en een bordje en een krompoesje. Ja, het is echt heel lekker. Hoe is het deze gemaakt? Eline. Eline heeft ze net bijgemaakt, want ze waren weer op. En de banketbakkers waren al naar huis. En, dus je hebt ze even snel bijgemaakt nog. Oh ja, Junior is de kachel aansteekman. Hij mag het doen met begeleiding. En hij gaat eigenlijk. Uit. Hij was aan het gloeien. Zij wilde er dan ingooien voor de dat hoeft niet. Mama heeft al vlammen gemaakt. Ja, maar. Kijk maar. Kom maar eens kijken. Ik zie helemaal niet. Dan moet je van de stoel af. Pikachu. Sophie ziet er weer super netjes uit. Wauw. Wat ben je mooi. Nee, ik zie niet zo'n klein blokje. Als we hem aansteken. Terugleggen. Het zijn hele giftige blokjes, hè? Ja. Dat is geen speelgoed. Anders mag je het nooit meer doen. Je moet er wel. Ja? Dus we gaan nu afspreken dat je luistert, anders mag je het niet meer. Onder begeleiding. Leuk hè, vuur maken. Vinden jongens leuk. Hey, en stel even mijn gezicht als je een klein stukje ook doet, dat hij een klein beetje meer brandt. Ja, dan doet hij beter branden. Ja, maar dat heb ik al gedaan. Nu kan hij blijven. Dat is alleen als de vlammen moeten komen, is dat. Nou, Sophie ziet er super netjes uit, want wij gaan uit eten vanavond. Gewoon simpel, met vrienden. Eline is onze chef-kok vanavond. Ja, hij is de chef-kok voor de kinderen vanavond. Ik heb kaas gewassen. Oh, goed gedaan. En jij bent weer opgewarmd. Jij bent weer opgewarmd naar de hockeywedstrijd. Je ziet er warm uit zo. Die grote trui en die handdoek op je hoofd. Ik heb wel de laatste minuten koud gedoucht. Waarom? Dat is goed voor je liggen. Ja. Alleen in de ochtend. Geloof ik allemaal niet, joh. Oh, echt? En wat eten we? Eten jullie, Eline? Caesar salade en kipwraps. Oh, lekker. Zullen we even nog iets doen? Oh ja, die kosten. Oh, nou ja, laat dat zien. Kijk, vertel dat even. Maar, ja? Gewoon zo'n ei van parmezaanse kaas. Ja, dat is een beetje dikke ei. Ja, de kosten. En dat doe je dan nat maken en dan even de mond trekken. En dat wordt dan heel lekker. In Spanje heb ik het ook nog gedaan. Ja, dat boek is heel vies. Oh, ja, er zit allemaal bloem op. Ik ben net in de bakkerij geweest. Even de planning voor morgen. Ja, dit is bloem. Dit is bloem, kijk. En Sophie heeft een nieuwe auto. Waar ben jij? Mooi. Dat zijn gekke woorden. Ja, ik ben gewoon de stokkerman. Ik ben een stokkerman. Nee, dus, dat is voor je mama. Dat is overgebouwd, want je bent dan met een lange stok. Oh. Dan heeft hij niet zo'n pak. Daarom ben jij zo van de stokken. Weet je dat mama een nieuwe auto heeft? Dat die er staat? Heb je al gezien? Ja, het is nou een. Champagnekleur is het. De wrap is eraf voor de verkoop. Ja, een hele andere auto. Wordt hij verkocht? Ja, we willen hem verkopen. Ik denk dat hij nou zelf verkoopt dan. Met wrap. Ja. Dat zal wel. Ja, dat weet ik ook wel zeker. Ja, ik zal hem wel even laten zien, want ik vind hem best mooi. Het is echt een heel ander autootje. Die kleur zie je ook helemaal niet vaak. Die champagnekleuren zie ik nooit rijden. Ik weet niet, ik heb er nooit op gelet. Ik wil het zien! Nou, gaan we even kijken. Nou, we zijn buiten en daar is de Maddy's Mini, dat is een gewone benzine. En daarachter staat de nieuwe van mama. Die is
Kijk, achter de Maddie's auto. Zie je hem? Heel anders, hè? Eerst was hij zo. Ook leuk. En nu is hij zo. Ik weet niet hoe die eruit gemaakt. Je weet welke het is nou, toch? Nee. Nee? Ja, en... Die? Ja? Oh, het is deze. Nee, dat is de mijne. Oh, dit is al ja, het is die. Op je blote voeten, lekker buiten. Dan is het die met die rechter. Even kijken of ik hier binnen iemand kan zien. In gesprek. Koude voeten. Oeh. En wij worden zo opgehaald. En de Bart en Adrien. Ik wil Tesla nog een keertje. Ja, dan moet je even door het raam kijken. En morgen ga ik samen met Eline beginnen op zondag. Normaal. Nee. Oh, dat is altijd één ding. Altijd. Ja. Dat is altijd. Maar dan ben ik in de bakkerij en dan kom ik zoveel tegen en dan zie ik zoveel en dan is mijn gedachte. Ja, ik moet een wekkertje zetten. Als ik er ben, dat ik er dan nog aan denk. Ik heb een gegeven van Adrien, die was in de bakkerij. Een beetje kaas in de pan. Laat je een beetje aanbakken en dan doe je rep op en heb je lekker kaaswrap. Kaas erin. Dus dan ga ik even testen. Ja, het is ook lekker, zie ik. Ja, oké, maar lekker is. Zou jij alleen, maken? Nu hebben we dus alleen maar gefrituurde kip, dus... Ja, maar die frituur staat te laag, hè? Dat is te koud. Ja, zie je dat? Dat komt omdat de vroege kip is. Nee, dat komt omdat je vet te koud is. Het moet 180 graden zijn. We hebben dat thermometertje liggen. Ja, als jij die frituur nou een keer schoonmaakt, ja, dan, ik moet de frituur schoonmaken, klopt. Ik ben de enige die dat kan hier, volgens mij. Ik kan dat ook, maar... Oh! Vroeger deed opa dat altijd. Ja, vroeger deed opa altijd frietbak op vrijdag en deed hij één keer in de maand... Dat ding vervangen, maar ik denk daar nooit aan. En als ik dan ga koken, als ik hem dan een keer nodig heb, de frituur, dan zie ik het. Maar dan is het te laat. En opa, we deden altijd op vrijdag frietjes eten met opa. En die had heel de middag de tijd om dat ding schoon te maken. Dus dat zetten we gewoon op het lijstje van morgen. Gaan we de frituur schoonmaken. En Sophie wil heel graag de kerstversiering. Ja? Ja, dan ga ik de frituur schoonmaken. Nou, ik denk dat iedereen wel helpt. Guusje, Floor. Ik begin met de haard en zo en de buiten. En papa moet helpen met de boom even in elkaar zetten. Ja, dat heb ik vorig jaar ook heel goed gedaan. Dan kun je terugzien in de blog. Dat morgen? Dat ze morgen niet thuis is. Hartstikke leuk, joh. Zet de kerstfiets op, Mariah Carey. Vandaag in de auto wou ik kerstmuziek opzetten, maar dat vond papa niet goed. Nee, ik vind dat niet goed, nee. Wij moeten wel naar harmonie muziek zetten. Ja. Jij moet naar me, die muziek luisteren. Dat vinden wij niet goed. In winter hoor je dat elke dag in de bakkerij. Kerstmuziek. Elke dag, 10 keer hetzelfde liedje, hoor je helemaal gek. Ja, je hebt zelfs een radiozender met alleen maar kerstmuziek. Nou. Oh, wat leuk. Dat zet ik altijd op. Hè? Ja. Ik weet niet of ik het in de vlog al verteld heb, maar we hebben een bakker in de bakkerij. Het staat mij bij dat ik het al verteld heb. En die wilt ook heel graag kerstversiering. Kaal. Die wil heel graag het huis kennen, maar zijn vriendin vindt dat niet goed. Oh ja. En bij ons is het andersom. Die wil Sophie heel graag. Maar jouw man vindt dat nog niet zo geweldig. Vorig jaar hebben we het ook de weekend gedaan. Ja. Mm-hmm. Leuk. Wij staan nog even te wachten. Dan gaan wij. Vloggen wordt wel even moeilijk nou weer. Okay. Ja, als ik alleen deze kip heb. We maken weinig mee. Ja, dan doe je nog wel meer kip. Zijn er niet meer kip? Ja, een beetje. Maar dat schiet niet op in dat pannetje, hè. Ja, maar als je warm genoeg is wel. Als doe je een beetje olie bij. Dit was het dagje uit ons leven. Bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe.